Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag dag 2 van mijn nagelcursus. Het is nu rond 8:10. Ik ga rond 8:30 ongeveer weg. En ik heb nu een trui aan, maar er staat op het weerbericht dat vandaag 22 graden gaat worden. Dus ik denk dat het iets te warm gaat zijn met een trui. Alhoewel ik het daar vorige keer wel echt heel erg koud had. Dus ik denk dat ik er eventjes een t-shirtje onder ga doen. En die trui wel aanhoud, zeg maar. Maar dat die gewoon uit kan als ik het warm krijg. Ja, ik heb dus vandaag dag nummer 2. Ik heb er niet mega veel zin in of zo. Maar ja, ik hoop dat we nu wat meer gaan doen dan vorige week. Want vorige week hebben we voornamelijk alleen maar uitleg gekregen. Dus ik hoop dat we vandaag echt aan de slag gaan. Dus dat het dan ietsjes leuker maakt. Ik ga eventjes naar boven, weer, om dus een t-shirtje te pakken. Deze week ga ik wel wat leuke dingetjes doen. Vandaag heb ik dan die nagelcursus, kan ik jullie niet echt meenemen, maar is voor mij op zich wel leuk. Morgen staat er niet echt iets bijzonders op de planning, maar woensdag ga ik als het goed is foto's maken met Rosa. Als het niet gaat regenen en als het wel gaat regenen, gaan we donderdag foto's maken. En woensdagavond heb ik mijn examenuitreiking, superleuk. En ik heb dus een heel erg leuk jurkje van Sandro. Maar ik weet dus niet of iedereen in een jurkje gaat. En ik wil me ook niet te overdressed voelen. Dus ik moet nog even kijken of ik die aantrek. En we mogen dus maar 2 mensen meenemen. En ik wil er 3 mee. Dus ja, het is wel gewoon normaal om je ouders mee te nemen. Maar ik vind het ook heel erg leuk als Miu erbij is. Ik neem ook weer die tas mee die ik in de vorige weekvlog, zeg maar, unboxed heb met jullie. Wat er allemaal in zit en zo. Die moet iedere les mee, dus iedere week mag ik zo'n grote tas meenemen. Ik ben alweer een tijdje klaar met die nagelcursus. Ik ben nu ondertussen ook bij mijn moeder. Ik heb hier gegeten. Het is hoe laat? 7:00 alweer. Miu die is met jongens van de voetbal gaan eten, dus die komt vanavond ook hierheen. Maar ik heb hier alleen bij mijn moeder gegeten en mijn broertje dan. En ik zit nu in mijn nagelkamertje gewoon een beetje te frutselen en te friemelen met gel lak. En gewoon een beetje dingetjes aan het proberen en zo. Vandaag tijdens de nagelcursus hebben we eindelijk geleerd hoe we power gel moeten aanbrengen. En kan ik het eigenlijk gewoon nu al. Volgende week gaan we dan leren hoe we, zeg maar, een French manicure moeten maken. Die week daarna, zeg maar, een moeten opvullen. Dus als mensen terugkomen en een nieuwe set willen, dan gaan we dat leren. Die week daarna gaan we het met schablonen leren. En dan die week daarna is alweer de laatste les volgens mij. Ik ben, even kijken, ik heb hier 3 kleurtjes liggen. Ik zal het even laten zien wat ik aan het doen ben. Ik heb hier nu 3 kleurtjes liggen. Die gele ging ik gewoon even opnieuw doen. Want hier. Oh, want ik heb hier dus al een dingetje met allemaal kleurtjes. Alleen hij was een beetje verkleurd. Dus die ga ik even opnieuw doen. En die andere 2 zijn voor een nailartje. En hier ben ik bloemetjes aan het maken. Want ik zag dat ze de laatste tijd heel veel voorbij komen. Dus ik dacht, ik ga het ook proberen. Ergens in de komende weken ga ik deze tafel verven. En de kamer verder helemaal afmaken. Dus als deze kamer helemaal klaar is, zal ik een soort van nagelstudio tour geven. En zal ik ook alle kleurtjes laten zien die ik heb. En alle producten en dingen. Want daar krijg ik altijd best wel veel vragen naar van welke kleur nou wat is. Dat zal ik dan ook allemaal laten zien in een uitgebreide aparte video. Dus daar nog heel eventjes geduld voor. Maar ik hoop dat die binnen nu en een maandje online komt. Want deze tafel moet nu echt geverfd worden. Want het is denk ik al 3 maanden. Nou, voor quarantaine hebben we deze tafel gemaakt. 4 maanden geleden of zo, maar goed. Ik ga eventjes lekker verder. Ik zal straks wel het eindresultaat laten zien. En ondertussen zit ik lekker de video van Esmee te kijken. Ik sta bij mijn moeder in de lift naar beneden. Het is trouwens dinsdag, want ik ga lekker sporten. Ik ben weer thuis om sporten. Ik heb zo erg gezweet. Ik wilde vandaag dus alleen maar cardio doen. Dus ik heb 55 minuten zitten fietsen. Maar er zijn wel weer 400 calorieën vanaf. En daarna ben ik gelijk eventjes doorgegaan naar mijn postkantoor. Want gisteren zou er een pakketje bezorgd worden van Farfetch. Maar er was niemand thuis. En het paste makkelijk door de brievenbus. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus ik moest hem ophalen. Maar echt best wel een stuk verderop. Dat ik echt dacht van waarom brengen jullie hem daar? Maar goed. Ik heb hem daar eventjes opgehaald. En ik ben ook eventjes langs de Jumbo geweest. En heb even nieuwe crackers gehaald. Want ik was vorige week dus die crackers aan het eten die we nog hadden. Maar die waren heel taai geworden. Dus dat ga ik eventjes maken met een eitje erop. Maar eerst ga ik mijn pakketje laten zien. En daarna ga ik ook douchen. Want ik zweet als een malle. Of nou ja, ik wil eigenlijk een gezichtsmaskertje op. En een masker in mijn haar. Dus ik denk dat ik dat eerst ga doen. Maar eerst gaan we een pakketje opmaken. Ik heb dus een soort van cadeautje voor mezelf gekocht. Omdat ik dus geslaagd ben. Ik wilde dit echt al mega lang hebben.
Hier is de bon. Althans, ik denk dat dit de bon is. Ja. Wat leuk, wat leuk. En het zit dus hierin. Het is niet zo groot. Je kan ook echt nog niet zien wat het is. Ik had wel een beetje een leukere verpakking verwacht. Maar goed, hè. Oh god. Hij is wel heel klein. Of niet? Het is dus een Burberry Buckethead. Ik wilde deze al zo lang zo graag hebben. Maar van de volwassen afdeling, gewoon van de grote mensen zeg maar, kost hij dus €270. Ja, dat vind ik echt bizar veel geld voor een Buckethead. Deze is van de kinderafdeling. En die was 130, dus dat scheelt gewoon €140. Maar de grootste kindermaat is dezelfde maat als de kleinste volwassen maat. Maar dit is hem dus. Ik wil hem eigenlijk nog niet passen, want ja, mijn haar moet even leuk zitten. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Oh, dit staat echt niet. Of wel? Ik heb nu ook geen make-up op. Nou, ik weet niet of ik dit zo leuk bij mezelf vind staan hoor. Ik denk echt dat hij te klein is. Is het wel leuk? Nee, hij is echt te klein denk ik. Ik moet echt mijn hoofd erin proppen gewoon. Oh. Nou, ik ga er nog eventjes over nadenken. Misschien als ik mijn make-up heb gedaan dat hij wel leuk staat. Ik ga eventjes lekker wat te eten maken. Nee, ik ga eerst eventjes een masker in mijn haar doen. Ga ik daarna wat te eten maken, filmpjes kijken. En dan lekker douchen. Ik heb eventjes dit masker in mijn haar gedaan. Die heb ik toen gekocht bij de Boozy Shop. Dit is al mijn tweede pot. Er zit echt mega veel in. Ik zal het wel eventjes laten zien. Kijk even hoeveel hierin zit. Echt een hele grote pot. En hij zit echt helemaal gevuld. En dit is al mijn tweede. Ik vind het echt een heel fijn masker. Bij de Boozy Shop. En kost echt maar €7. Zo. En ik heb hier echt, nou, ik denk 3/4 jaar mee gedaan of zo. En dan gebruikte ik hem echt bijna iedere week. Dat masker ga ik dus even laten intrekken. En ondertussen ga ik lekker een crackertje met ei maken. Zoals je misschien hoort zijn de eieren aan het koken. Maar er is een pakketje binnen. En dat kunnen van twee dingen zijn. Of het is mijn pakketje van United Wardrobe. Want ik had er een topje besteld. Of het is van bij Mas. Daar had ik ook een topje besteld. Want in mijn vorige week vlog kon je zien dat ik een Zara. Een Lovis hoekje had. Maar op de logische site was het top uitverkocht, maar bij Mas hadden ze hem nog wel. Dus ik heb hem daar besteld. En ik denk dat dit dat is. Dit is de top. Ik heb hem dus in een maatje XS. En hij is €26. En hier heb ik dus een bijpassend rokje bij. Alleen op de site was hij in een XS en in een S uitverkocht. Dus ik ben heel blij dat ik hem alsnog heb kunnen vinden. Dus dat is die. En dat betekent trouwens ook dat ik het rode rokje ga houden. Want ik twijfelde natuurlijk tussen de gele of de rode. Maar ik ga de rode houden, want nu heb ik het bijpassende topje erbij. Ook weer zo toevallig, ik zat gisteren de weekvlog van Rosa te kijken. Dat ze een heel setje had van de Zara. Dat ze die gevonden had op United Wardrobe. En ik heb precies datzelfde setje ook gevonden op United Wardrobe. Het rokje is al binnen, alleen de top nog niet. Dus die, of nou, ik had de top al besteld. Die heb ik in een maatje M. Want iedereen zei van ja, hij valt echt groot. Hij valt echt, of hij valt echt klein en S ga je niet passen. Dus ik had een M besteld, maar die M is echt veel te groot bij mij. Dus ik heb nu een S besteld. En als het goed is, komt die morgen binnen. Dus ik hoop dat die beter zit. En als die dan past, ga ik die M weer verder verkopen op United Wardrobe. En het rokje heb ik dus in een S gevonden. Omdat iedereen dus zei dat die klein viel. Dus vooral. Maar met andere woorden, Rosa en ik hebben weer gewoon hetzelfde gekocht. Zonder dat we het van elkaar weten. Ik heb lekker gedoucht. Mijn haar uitgespoeld van dat masker. Mijn haar gedaan. Ik heb me aangekleed. Make-up gedaan. Miel is ondertussen zelfs al thuis. Het is namelijk 6 uur. Hij is vlees aan het maken, dat gaat hij eten. En ik ga zo salade maken, dat gaan we daar ook bij eten. Maar ik ben denk ik het meest eigenwijze kind ter wereld. Ik heb natuurlijk afgelopen zaterdag een vierde gaatje laten zetten. En ik wilde gewoon die Ananina oorbel erin doen. Dus die heb ik erin gedaan. Tada! Mag natuurlijk eigenlijk pas na 6 weken, dus doe dit niet zelf thuis. Ja, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb hem er bijna niet meer doorheen geprikt. Dus ik dacht, oh nee, dan moet ik hem van de week opnieuw laten schieten. Maar ik heb gewoon een beetje doorgeduwd. Dus het is gelukt. Dit shirtje is nieuw van de Zara. Die komt denk ik in een aparte video. En als er geen aparte video komt, zal ik het wel in de vlog laten zien. Maar het komt dus van de Zara. En ik heb ook deze broek aan van de Zara. Met mijn Yeezys. Want ik ga zo meteen naar Jet. Ik denk dat de meeste Jet wel kennen of niet. Maar Jet is een vriendje van mij. En die woont sinds kort op zichzelf. Met Zara. Superleuk. Dus daar ga ik eventjes langs om eerst het huis te kijken. En dan als ik het huis heb gezien gaan Jet en ik ergens eventjes wat drinken. Dus dat is heel gezellig. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar nu eerst beneden lekker eten.
Het is vandaag woensdag en Rosa en ik gaan vandaag heel de dag foto's maken. Of nou, heel de dag. Ik moet wel een beetje bij tijd thuis zijn. 4 uur of zo. Want ik heb dus vanavond mijn diploma-uitreiking. Echt super veel zin in. Daar hangt het jurkje al die ik vanavond aan doe. Deze is van Sandro. Die heb ik toen een keertje kunnen scoren op United Wardrobe. Echt mega blij mee. Dus dat is het jurkje die ik vanavond aan doe. Mijn haar laat ik gewoon nu zoals het nu is, zeg maar. En ik denk dat ik me iets bij mijn rand eronder aan doe. Maar dat zien jullie vanavond allemaal. Voor nu ga ik mijn spullen pakken. En ga ik Rosa ophalen bij een spoor. Met de scooter. En dan gaan we daarna gewoon rondjes rijden in de stad. Volgens mij gingen we ook nog eventjes naar het strand. Gingen we daar een fotootje maken. Ik heb daar mijn tas klaar staan. Oh my god, mijn camera is leeg. Shit. Maar ik wil wel mee. Dus ik ga hem wel meenemen. In mijn schandtas heb ik een paar outfitjes. Ik heb 4 outfitjes in totaal. Waaronder deze trui is echt mijn lievelingstrui. Hij moest eigenlijk in de was. Maar ik heb hem eventjes uit de was gehad voor een foto. En ik ga even wat pakketjes van United Wardrobe op de post doen. Dus dat is de planning voor vandaag. Dit is trouwens die bucket hat als ik hem op heb. En ik denk dat ik hem wel heel erg leuk vind. Ik denk dat ik hem wel ga houden. Of niet. Ik weet het niet. Maar ik denk het eigenlijk wel. Het zal weer een keertje niet zo zijn. Maar ik heb niks even. Ik wel. Haha. Niet dat dit heel gezond is of zo, maar ik ga altijd alles kwijt. Oké. I got it. Bitch better have my money. Oké, ik ben terug van foto's maken met Rosa. En mijn camera was uitgevallen tijdens foto's maken. Dus ik kon er verder niet meer filmen. Ik heb mijn camera net toen ik thuis kwam gelijk in de oplader gedaan. En ik heb me helemaal klaargemaakt voor de examenuitreiking. En zo even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dus dit jurkje aan van Sandro. Die heb ik dus op United Wardrobe gekocht. Echt een tip. Al mijn leuke Sandro items vind ik allemaal op United Wardrobe. Maar dus dit jurkje. En die vind ik echt heel erg schattig. En dan met mijn zwarte Isabel Marantz eronder. En ik heb dan mijn Loveling oorbellen in. In de maatje S zijn deze. Dus ja, het is echt super gezellig met Roos. En we hebben echt leuke foto's gemaakt. Het is nu 5:50. En om 5:45 gaan we moeder ophalen. Milan kan helaas niet mee. Want we mogen dus maar 2 mensen meenemen. En ja, mijn vader en moeder die willen gewoon mee natuurlijk ook. Dus ik vind het wel echt heel erg jammer dat Miel niet mee kan. Maar ja, doordat al die coronamaatregelen zo mag iedereen maar 2 personen meenemen. Ik ga mijn moeder vragen of ze wil filmen. En we hebben ook met z'n allen een cadeautje voor onze mentor. De andere vrouwen, de andere 2 vrouwen zeg maar waarvan we les kregen. Want 2 daarvan zijn zwanger. En eentje, ja, het is lullig om 1 geen cadeau te geven. Dus daar hebben we een cadeautje voor gehaald namens een paar meiden uit de klas. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik heb er ook best wel veel zin in eigenlijk. Dus ja. Bijzondere setting zitten van 1,5 meter van elkaar. Want op. Ja, dat kan nu even niet, hè, want nu ben ik even de baas. Oh, wil je dat even neerleggen? Want morgen sta ik op Facebook. Moet wel handtekening geven, hè, dat weet u. Oké, de opleiding gaat heel goed af, wordt er nog gezegd. En soms heeft mijn collega ook wel eens het idee dat je hart ergens anders bij ligt. Niet altijd bij schoonheidsspecialisten, klopt dat? En wat is dat beetje dan waar je naartoe wil gaan? Media. Dat blijkt, hè? Vlogster, dat kan niet anders. Nou, dan is dit een van de filmpjes waar je mee gaat maken. Zullen we het zo afspreken? Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes.
En kom nog eens een keer langs en probeer ons om eerst te vloggen. Misschien wordt het dan wel heel erg leuk en gezellig. En verder wens ik je heel veel succes en gefeliciteerd. Ik ben thuis van de diploma uitreiking. Als het goed is, heeft mijn vader best wel veel gefilmd. Dus dat is echt heel erg leuk. En ik heb een diploma. Eindelijk. Ik ga wel echt die meiden echt zo erg missen. We hebben ook nog een leuke groepsfoto met z'n allen gemaakt. Dus dat is wel echt heel leuk. En als het goed is gaan we binnenkort of barbecue of uit eten nog met z'n allen. Omdat nou, we hebben natuurlijk niet echt een echt afscheid gehad vanwege corona en zo. En we hadden echt ziek lieve mentor en lerares. Dus die gaan dan waarschijnlijk ook mee of die komen ook barbecue. Dus dat is wel heel erg leuk om toch nog een soort van klein afscheidje. En we hebben echt veel gekregen. We hebben dus een roos gekregen. En we hebben dus een drankbox gekregen. Maar je had eentje met alcohol en alcoholvrije. Maar er waren niet meer met alcohol. Dus ik heb een alcoholvrije. Maar die ga ik nu openmaken. Want ik heb geen idee wat erin zit. En we hebben ook nog een tasje gekregen van Dr. Belzer. En echt bijna al mijn docenten waren er die ik gehad heb. Eentje was er niet. Maar onze docenten waren best wel jong en echt super lief. En ja, ze waren er nu ook allemaal. Dus dat was wel heel erg leuk. Met iedereen nog even aan het praten. En ja, ik heb wel echt... Ik weet niet, ik heb gewoon wel echt hele leuke leraressen gehad eigenlijk. Ik heb 1 of 2 mannen gehad. Maar voor de rest alleen maar vrouwen en best wel jong. En ja, ik weet niet, dat was gewoon wel echt heel erg leuk. Maar ik heb dus, even kijken, een bot met een drop. In de van Dr. Belter, dus van dat merk gebruikt wij op school. Dan zit er nog een nagellakje in een paar kleurtje. Nog een gezichtsmasker. Ja, een set of zo. Ook van Dr. Belzer. En dan nog een nagelvel. Dat is echt oprecht wel altijd chill. Ik heb ook nog foto's van, met Roos samen gemaakt. Dat is echt heel leuk. En Roos gaat dus misschien ook creative business doen in Amsterdam. En dat lijkt me echt zo leuk. Als we dat ja, samen ook. Kijk, Rosa is er natuurlijk ook. Maar ik denk dat Rosa en Ron het ook heel goed met elkaar kunnen vinden. Dus dat lijkt me wel echt heel erg leuk. Oh my god, er zit allemaal eten in. Wat lekker. Goed. Oh, mijn lievelings. Zoutjes. Kijk, die stokjes. Nou, dat zit erin. Kijk, ze hebben het echt heel leuk gedaan, die doos. Zit er gewoon nog van dit soort hapjes in? Geen idee. Ik denk dat dit iets met kaas is. Ik ga het even proeven voor je. Lekker. Is dus met kaas. Dan nootjes. Smeerkaas, dat vind ik wel echt fucking ranzig. Maar Miel vindt smeerkaas heel lekker, dus die mag hij hebben. Chips dipper, cocktailsaus. Met een vleugje Schotse whisky. Ziet er wel echt mega lekker uit. Dan mietoosjes. Oh, wat lekker. Ik heb dus nog niet avond gegeten, dus ik denk dat ik dit gewoon als avondeten ga eten. En dan 2 flessen Hugo. Alcoholvrij dus. Nou ja. En het allerbeste. Tukkies. Dat vind ik ook echt goddelijk. Oh, ik vind het echt heel leuk dat ze dit hebben gedaan. Ik vind het echt oprecht jammer dat ik daar straks niet meer naar school ga. Want kijk, de school was weg maar gewoon prima. Maar het laatste jaar hadden we de spa. En de spa vond ik echt oprecht zo leuk en gezellig. Gewoon omdat wij gewoon een hele leuke ja, mentor hadden. En gewoon hele lieve docenten die ons les gaven en zo. Dus dat ga ik wel echt missen. Maar ja, het hbo gaat vast ook wel leuk worden. Hoop ik. Maar goed, ik ga even kijken wat ik ga avond eten. Misschien eet ik wel gewoon iets uit die box. Want ja, ik weet ook niet wat ik anders moet eten. En ik heb nog niet gegeten. En het is al 5 voor 8. Dus ja, en ik ga eventjes iets chills aantrekken. Want de jurkjes zijn natuurlijk weer heel strak. Het is vandaag donderdag en ik zit aan de tafel pakketjes in te pakken. Want ik had wat dingetjes verkocht op United Wardrobe. Dus dat ben ik nu aan het inpakken zodat ik dat zo meteen op de post kan doen. Want ik had dus echt de allermooiste slippers ooit gezien. Ik weet niet of ik dit heb verteld al. Volgens mij nog niet, dus ik vertel maar opnieuw. Nou, niet opnieuw, maar oké. Okay, ik, nou, voor de mensen die mij kennen, die weten dat mijn lievelingskleur blauw is. En die weten ook dat ik echt al sinds februari of zo de Chloe slippers als mijn achtergrond heb. Ik zal het eventjes laten zien, dan kunnen jullie het ook zien. Zien, kijk. Deze slippers. En ik vond ze helemaal geweldig. Die beige vond ik al heel erg leuk. En die wilde ik toen eigenlijk heel graag kopen. Maar ja, 300 euro voor een paar slippers vond ik ook alweer overdreven. Dus ik had het toen een beetje gelaten. En nu ondertussen zijn die beige natuurlijk alweer uitverkocht. Want die kwamen in februari uit of zo. En nu zat ik dus eergisteren Insta te kijken. En toen zag ik bij Bo Berends dat ze die slippers nu in het blauw kregen.
Even kijken hoor, of ik ze kan laten zien aan jullie. Oh my god, ik moet die blauwe gewoon hebben. Maar ja, €300 voor een paar schoenen vind ik wel echt heel veel. Dus ik had een soort van afspraak gemaakt met mij en met Miu dat ik weer kleding moest gaan verkopen uit mijn kledingkast. Want ik heb gewoon echt veel te veel kleding. Ik heb een half jaar geleden of zo een extra kast erbij gekregen. Maar dat is eigenlijk ook niet genoeg. Er moet eigenlijk gewoon een derde kast bij, want het past niet meer. Dus ik heb met mezelf afgesproken, ik moet gewoon weer dingen verkopen die ik niet draag. Zodat ik er gewoon andere mensen blij mee kan maken. En van dat geld mag ik dan die schoenen kopen. Dus, goed verhaal. Maar ik ga dus binnenkort die slippers bestellen. Daar ben ik echt super blij mee. Maar eerst ga ik eventjes deze pakketjes op inpakken. Zodat iedereen ze lekker snel in huis heeft. Zodat niet iedereen er lang op hoeft te wachten. Ja, voor de rest vandaag ga ik eigenlijk niet zoveel doen. De mannen, mijn vader, Romano, mijn broertje en Milan, die gaan vanavond karten. En als zij gaan karten ga ik denk ik eventjes sporten. Want ja, ik heb toch niks te doen. Dus dan ga ik maar sporten. En voor de rest vandaag komt er een pakketje van Lovish. Alleen ik denk dat ik daar een aparte shoplog van ga maken. Er zou ook een pakketje gisteren komen van Pretty Little Thing. Ik had weer een nieuwe samenwerking, dus daar wilde ik vandaag een video over maken. Maar toen stond er, dus kreeg ik zo'n briefje in de deur dat het ergens was afgeleverd. Dus nou, ik ging daar naartoe. Zeg ze, ja, je kan morgen pas halen. Terwijl het stond helemaal niet op het briefje dat ik dacht van zeg eventjes dat ik het niet al vandaag kan halen. Maar goed. En nu kreeg ik weer een mailtje dat, of een berichtje dat DHL weer onderweg is. Dat ik denk van, moet ik het nou dan daar ophalen of komt het hier thuis? Dus we gaan het zien. En anders moet ik dat even ophalen. En er komt net een lelijk jong aangefietst. Moet dat hier? Kom even mijn boek ophalen. Oh, je moet die naar school brengen. De pakketjes heb ik op de post gedaan. Ik heb even lekker noedels gemaakt. Deze. Ik ga ik nu even laten afkoelen. En ondertussen ga ik mijn weekendvlog bewerken die morgen online moet komen. Het pakketje van Pretty Little Thing is toch binnengekomen opeens. Ik heb echt geen idee. Gisteren kreeg ik een briefje dat ik moest ophalen. En net stond opeens die man voor de deur met het pakket. Maar ik denk dat ik daar morgen een aparte video over ga filmen. Zodat die volgende week online kan komen. Dat is wel leuk. Maar kijk even hoe leuk die zak is. Geweldig. Het pakketje van Lovish is ook net binnengekomen. Maar ik twijfel of ik hem in de video nu zal laten zien of een aparte shoplog. Maar ik denk dat jullie een aparte shoplog ook wel leuk vinden. We zijn echt een paar uur verder. Ik heb ondertussen ook al avond gegeten. Een salade. Want wij gaan over 2,5 week naar Italië. Dus I'm trying to be a healthy girl. Maar het lukt niet helemaal. Maar vandaag wel. Vandaag heb ik wel goed gegeten. En ik heb gereserveerd bij de sportschool om zo te gaan sporten. Het is nu 7:10 en ik heb voor 7 uur gereserveerd, dus over 20 minuten. Dus ik ga me daar eventjes voor omkleden. Ik denk dat ik weer ga fietsen van de week. Dinsdag volgens mij. Ja, dinsdag heb ik 50 minuten gefietst. En ondertussen een film gekeken. Dat vond ik best wel chill, dus ik denk dat ik dat nu weer ga doen. Want ik heb echt geen zin in krachttraining. En ik wil gewoon dat er vet van mijn lichaam afgaat. Ik hoef niet per se zulke billen over een week. Want dat gebeurt toch niet binnen een week. Maar ik wil gewoon even dat deze 2,5 week zoveel mogelijk vet van mijn lichaam verdwijnt. Dus daar gaan we voor. Ik ga dit eventjes opruimen. Mijn bord en deze dressing. Ik had deze yoghurtdressing eroverheen. Yoghurtdressing 0% suiker toegevoegd of vet. Zo, de meid is omgekleed. Ik heb deze trui aan van Color for Real. En hieronder gewoon een crop top. Want daar komt lekker lucht doorheen. En gewoon mijn sportlegging van Nike. Ik heb nieuws oortjes mogen lenen, want die is karten met mijn vader, mijn broertje en mijn oom. Dus ik mag lekker zijn oortjes in, kan ik weer een film kijken ondertussen. Ik ben thuis van sport en ik ben echt helemaal kapot. Holy shit, ik heb weer 55 minuten of zo gefietst. En ik kwam Lin ook nog tegen op werk, want ik sport dus bij werk. Dat heb ik denk ik wel eens verteld. En Lin die moest vandaag werken, dus die heb ik ook nog eventjes gezien. Oh, ik ga even bijkomen en dan ga ik daarna lekker douchen en de rest van de avond helemaal niks meer doen. Ik was deze video aan het bewerken en ik zag dat het nog geen einde had. Dus dat wil ik bij deze eventjes doen. Maar nog niet wegklikken, want ik heb echt een mega erg tip voor jullie. Ik ben namelijk kussensloop tegengekomen op bol.com. Ik zal een linkje daarvan sowieso eventjes in de beschrijving zetten. En dat zijn dus satijnen kussenslopen. Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met de Curly Girl methode voor mijn haar. Nou, ben ik na 2 maanden ook weer gestopt. Maar voor die methode moest ik dus een satijnen kussensloop aanschaffen. En ik heb toen destijds €30 betaald voor 1 kussensloop. Terwijl deze op bol.com betaal je er €15 voor 2 kussensloop. €14,95. En dit zijn de kleurtjes die ze hebben. Ze hebben dus grijs, ze hebben wit,
Ze hebben een beetje een taupe-goud kleurtje. En ze hebben deze rode. Je krijgt er dus twee in een pakket. Maar Miu die wil helemaal niet op een satijnen kussensloop slapen. Dus wat zo handig is aan deze kussensloop is dat de ene kant is dus gewoon normaal katoenspul. Gewoon zoals een normale kussensloop, zeg maar. En de andere kant is satijn. Dus ik slaap lekker op de satijnen kant. En Miu die slaapt dus gewoon op de katoenen kant. Wat echt heel erg chill is. Want zo hebben we wel gewoon twee dezelfde kussens. Want dat vind ik wel gewoon mooi. Dat we gewoon dezelfde kussensloop hebben, zeg. Ik moest die toen voor de Curly Girl methode aanschaffen. Omdat je haar er dus veel minder door gaat pluizen. Vooral met krullen. En je haar breekt er ook minder snel door af. Dus dat heb ik wel echt inderdaad gemerkt eraan. En het schijnt dus ook veel beter te zijn voor je gezicht. Stel dat je 's ochtends wakker wordt, heb je toch allemaal van die plooien en zo in je gezicht. Nou, sinds ik dus satijnen kussensloop heb, heb ik dat echt niet meer. Dus dat is ook heel erg chill. En het is ook beter tegen rimpels te voorkomen en alles. Dus ja, dit is echt een tip van mij aan jullie. Een linkje ervan zal in de beschrijving staan. Twee kussensloop voor 15 euro is dus echt niet veel geld. Want ik heb er toen destijds namelijk 30 euro voor betaald voor één kussensloop. Echt bizar. En je kunt hem dus ook gewoon omdraaien als je partner bijvoorbeeld dan inderdaad niet op satijn wilt slapen. Net zoals wat Miu en ik hebben. Maar dan heb je wel gewoon twee dezelfde slopen. Dat vind ik wel gewoon mooi staan in bed. Dat was eventjes mijn tip voor jullie. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Linkje zal zoals ik zei in de beschrijving staan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende weekendvlog.